Dank u wel, Hind El Jadid, voor deze ongelooflijke prachtige brief aan haar moeder. Aan brief aan mijn moeder. Een gedicht uit het boek dat binnenkort in de boekhandel zal liggen, Kruimeldief. Ondertussen is Isabel de Klerk hier bij mij komen zitten. Isabel, jij bent verpleegster op intensieve zorgen. Ja, inderdaad. Hier in Kortrijk, dan vraag ik mij meteen af, hoe gaat het daar? Hoe gaat het daar? Het is daar druk moment hier. Een drukke bedoeling nu. Ja, en zijn jullie bang? Zijn jullie ongerust over de situatie? We zouden niet eerlijk zijn als we zouden zeggen dat we niet bang zijn over de situatie. Na de eerste golf is daar de tweede golf. En inderdaad, dat baart wel zorgen. Isabel, hoe lang doe jij dit beroep al? Ik werk 22 jaar op intensieve zorg. 22 jaar op intensieve zorg. Dus jij hebt echt al heel veel mensen zien weggaan. Ja. En wat is het grote verschil met vandaag? Op vandaag wordt het toch wel anders beleefd. We zijn gewoon op intensieve zorg. Daar hebben we toestellen, apparatuur, leidingen. Mensen liggen tussen machines. Ja, zo gaat dat. Dus eigenlijk is het al voor ons een aandachtspunt en werken wij al aan de mens zien tussen de machines. Voor ons is dat heel belangrijk, dat wij de persoon blijven zien naast al de high-tech en medische zaken. Nu wordt dat nog bemoeilijk. Dus in de COVID-periode hebben wij onze bescherming aan, schorte handschoenen, masker, bril, nog eens een helm erop. Ja, dan dus staat afstand soms al een keer de damp in de helm. Dus het wordt alsmaar moeilijk. De afstand is nog groter geworden vandaag. De afstand is groter geworden, maar we blijven wel enorm onze warme zorg koesteren. We blijven de patiënt zien achter ons harnas, achter onze pakken. Wat kunnen jullie doen? Want er komt veel kritiek op dat mensen geen afscheid kunnen nemen, geen fysiek afscheid kunnen nemen van hun geliefde in die laatste hele moeilijke dagen waar wij onze geliefde willen helpen. Bij dat laatste moment, hoe kunnen jullie helpen? Wij zetten daar heel hard op in. Ja. Wij hebben ook allemaal familie. Wij zijn allemaal mensen met een eigen leven, met eigen kinderen, eigen ouders. En ik ben er altijd in mijn zorg al van uitgaan. Ik verzorg mijn patiënten zoals ik zou willen dat mijn ouders en mijn familie wordt verzorgd. Dus wij proberen op onze dienst echt wel die menselijke factor te benadrukken. Dus als wij merken dat een patiënt het niet zal halen, dat hij zal komen te overlijden, gaan we ondanks de COVID-veiligheid, is heel belangrijk, dus we gaan geen risico's nemen, gaan we toch echt ons uiterste best doen om de familie op te bellen, om hen nog een laatste moment te gunnen met hun bescherming, met hun kledij. Dan helpen we de mensen zich aankleden en even nog afscheid nemen. Of laten we ze aan het venster van de kamer afscheid nemen, dat ze toch nog even hun familielid hebben gezien. Maar het blijft wel heel pijnlijk, denk ik, hè? Het blijft pijnlijk. Het is niet zoals anders. Je kan niet iemand vastpakken zoals je gewoon bent, zonder uw bescherming. Nee, dat is iets wat heel lastig is in deze periode, maar waar we toch proberen zoveel mogelijk onze warme zorg te bieden. Heb je iets dat je ons kan adviseren, iets dat wij kunnen doen vandaag? Ik denk allemaal proberen de regels te respecteren, proberen afstand te houden. De voorschriften van de regering zijn er met een reden. Dus ik denk, we moeten zorgen voor elkaar. Dan komen we er hopelijk allemaal. We zijn een krachtig team. Ik denk dat we er ook op onze afdeling komen. We hebben hulp niet alleen van ons team, maar ook van de sociale dienst, pastorale dienst. We zetten maximaal in op het aanwezig zijn. Ja, als je één anekdote uit je hele geschiedenis op intensieve zou moeten vertellen rond rouw en afscheid, heb je er dan één? Eén verhaal? Rouwen en afscheid mag zijn wat het is. Iedereen neemt afscheid op zijn manier. En dat moet ook iemand kunnen. Iemand kan heel stil aanwezig zijn, wat heel mooi kan zijn. Iemand kan hard wenen. Ook dat kan. Alles is oké. Alles is oké. Iedereen heeft zijn manier om afscheid te nemen. Maar afscheid dat nemen mag het zijn. Is belangrijk natuurlijk. Ja, absoluut. Okay. Dank u wel, Isabel. Ik wens jullie ongelooflijk veel sterkte daar in het AZ Groeningen. Dank u wel. Hou het veilig. Samen gaan we ervoor gaan. We gaan dat doen. Oké.